Derde van Michem, jullie verliezen van Go Ahead Eagles met 1-0. Wat zegt zo'n resultaat jou? Nou, ik denk vrij weinig. Ik denk dat we gewoon eigenlijk wel een prima wedstrijd hebben gespeeld. Niet heel veel weggegeven. Zelf ook wel redelijk wat kansen gecreëerd. En ik denk, als we hier gewoon maken, dat we dan hier gewoon winnen. Dus ja, het zegt niet heel veel, denk ik. Je hebt natuurlijk 3 keer gewonnen van de amateurploeg. Dit is dan een eerste echte test. Kijk je daar als speler dan ook naar uit? Ik denk dat je dan ook wel benieuwd bent om te testen hoe je er dan voor staat. Ja, zeker. Natuurlijk, die wedstrijdjes tegen amateurs zijn goed voor de conditie en zo. Maar op een gegeven moment heb je wel zin in het echte werk. En dat zijn dit soort oefenwedstrijden wel. Dus dat is altijd wel lekker. Hoe bevallen jouw eerste weken als speler van Excelsior? Ja, heel goed. We trainen lekker niveau. We hebben een leuke groep. Heel goed opgevangen. Dus iedereen heel aardig, heel relaxed. Dus dat bevalt me heel goed. Ja. Ja, je hebt in die eerste oefenwedstrijden ook wel indruk gemaakt met je snelheid. Hè? Dat is volgens mij ook jouw handelsmerk. Ja, klopt zeker. Ik heb eigenlijk altijd wel links of rechts aan de zijkant gespeeld en dan op snelheid acties maken. Dus dat is zeker mijn handelsmerk. Hè? Jullie zijn op trainingskamp hier. Nou zijn er een hoop spelers die het eigenlijk niet zo op hebben op dat getrainen en die trainingskamp. Hoe sta jij erin? Ja, nou ja, je kan het niet leuk vinden of wat dan ook, maar je moet toch op trainingskamp. Dus dat maakt op zich niks uit. Ja. Het is veel eten, trainen, slapen. Ja. Niet heel bijzonder, maar het is wel goed om bij elkaar te zijn de hele week en gewoon hard te trainen. Nou is het zo dat de omstandigheden vandaag bijzonder zwaar waren. Het was goed heet. Heb je daar last van tijdens een wedstrijd? Nou, je merkt het wel dat je wat sneller vermoeid wordt, maar als je gewoon goed drinkt, wat we gelukkig deden met die drinkpauzes, dan was het prima uit te houden. Nog even over jouw rol. Wat zijn de perspectieven voor jou bij Excelsior? Wat wil jij hier gaan neerzetten? Ik hoop gewoon veel wedstrijden in de basis te gaan spelen dit jaar en het liefst aan de linkerkant. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. In elk geval is de voorbereiding dan een mooie gelegenheid om te laten zien wat je kan. Ja, zeker. Dit zijn de wedstrijden waarin je moet bewijzen. Dus ik hoop dat ik dat goed doe. Ja, dan zeggen ze bij Excelsior, voor die linkerflank zoeken we nog een speler, want dat is nog niet dubbel bezet. Voor jou is prima zo, toch? Ja, nou ja, zolang die er niet is, dan speel ik daar hopelijk. En als die wel komt, dan zie ik het wel. Ik doe gewoon mijn best en hoop gewoon het verschil te maken.